Hey iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ga ik een moederdag DIY doen. Ik moet jullie nog eens zeggen trouwens, ik heb mijn beugel gekregen vandaag. Ik heb hem vanochtend bij de tandarts geweest om hem laten zetten. Het doet massaal veel pijn voor degenen die nog een beugel moeten hebben. Maar ik ga daar nog een praatvideo over maken en zo. Ik zal hem nu even laten zien. Ik vind het echt zo lelijk. Het is echt... Ja. Maar nu gaan we beginnen met de moederdag DIY. En wat ik dus ga maken is een dagcreme. Waarschijnlijk heeft je moeder heel veel last van droge huid of zo. Of is daar dagcreme op of zo. Of heeft het wel eens nodig, dan gaan wij dat nu maken. De reden waarom ik dit maak, het is moederdag. En mijn moeder heeft altijd zo'n droge huid. Dus dacht ik van, ik ga het iets maken voor haar. En ze gaat het waarschijnlijk toch heel leuk vinden. Wat je nodig hebt is een lege verpakking. Ik gebruik deze met het pompje van Ultradoe geweest. Een haarcement. Een volle pot dagcreme. Het is niet erg als ze een klein beetje weg is, want er moet nog wat aan gedaan worden. Dus een volle pot dagcreme. Die gaan we helemaal opgebruiken. Dus ik kan ook een nieuwe kopen trouwens. Hij moet geur- en kleurloos zijn. Met een geur of met kleur is een taboe. Zonnecrème. After Sun. De zonnecrème na de verbranding. Een zachte body milk. Omdat die vloeibaar is en handig. En een andere body milk van Elida. Dit zijn de dingetjes die ik gebruik. Ik kan een placemat gebruiken. Maar ik gebruik gewoon een reclamebundel van de Shoe Discount. Ik weet trouwens nog eens, de laatste prijsjes, interessant. Maar daar gaat het dus niet over. En stickers met naam, waar je iets op kunt schrijven of naamplaatjes. Wacht even. Even aan het zoeken. Oh ja. Ik heb het al. Dit is van april. Ik ga dus dit gebruiken. Deze met het bloemetje. Ik vind het heel mooi. En ik ga het schrijven. Moederdag of mama of zo. Of I love mama. Ik weet het nog niet. Ik ga nog denken. Maar ja, laten we dus beginnen. Oh ja, wat je dus ook nog nodig hebt. Is een koffielepel. Ik heb nu maar een lange steel. Zo kan ik het gemakkelijk roeren. En maak ik mijn handen niet veel. En nu gaan we aan de slag. Dit is dus je werkmateriaal, of veelplaats. En een placemat, maar ik gebruik een reclameblad van de Shoe Discount. Ik heb het toch niet meer nodig, dus ja, gebruik ik gewoon dat. Als eerste gaan we starten met onze dagcreme. Die draai je open. En dan voegen we daar de dingetjes toe die we nodig hebben. En wat ik als eerste doe... We willen natuurlijk niet dat onze mama verbrandt, dus doe ik daar een zonnefactor 50 in. Van Avène, super. Van de gedachte trouwens. En er zit daar een half koffielepeltje of een volledige koffielepel van. Dus te zien of je mama je snel verbrandt of niet. Dit gaat niet zo simpel dan gedacht. Oké. En dan mixen we het. Doe het erin. En je roert goed. Als het klaar is, doe ik er wat Nivea Sun bij. Ook belangrijk voor de verbranding. Gewoon een willekeurig spuitje. Zo. Dat is perfect. Dan mix je het ook nog wat. En dan
de body lotion. Daar doe ik ook een paar lepeltjes van. Ja, van mij is mijn body lotion bijna op, dus ik ga hem er nu helemaal in doen. Ik vind het niet erg als die op is. Maar als je precies wil doen, doe dan ongeveer 2,5 tot 3 lepeltjes erin. Oké, deze is dus op. Ik ga even een andere bij nemen. Nu neem ik deze Ultra Dew Body Lotion. Hij ruikt wel, hij heeft wel een kleur, dus doe er dan niet te veel in. Ik doe 3 spuitjes, of 2 eigenlijk. En dan heb ik die niet meer nodig. Dan roer ik weer. En dan komt er zo'n oranje kleurtje in te zien. Blijf gewoon roeren, dan zie je dat niet meer. En dan komt het wel in orde. Dan, wat je dus ook nog nodig hebt, is een andere body lotion. Heel veel body lotion tips. En producten. Dan doe je er weer wat in. Hier mag je best veel van doen. Of die wel tenminste. Het is nog maar een nieuwe, dus hier niet. En terug mixen. Je potje moet helemaal vol zijn, dus ja. En je moet nog een beetje van deze producten erin doen. Een beetje van dit, een beetje van dat. Gebruik zoveel mogelijk body lotion. Ook niet te veel zonnecrème. Ja, dat is het zo wat. En gewoon blijven mixen, blijven mengen, blijven doen, dan komt het wel goed. Het ruikt al heel lekker. Ik ga er nu geen geurtjes of zo aan toevoegen. Maar als je maar van één bepaald geurtje houdt, kan het natuurlijk wel. Dan ga ik er nog de laatste beetje veel in doen. Nog ja, redelijk veel ervan. Maar daarvoor moet je eerst weten wat voor... Ja, je moet eigenlijk eerst weten wat voor producten het allemaal zijn of goede producten zijn. Dus test ze eerst hoe je ze gebruikt als je ze nog maar nieuw gekocht hebt. Als je ze al iets langer hebt staan hebt, dan is dat geen probleem, maar een beetje net denk ik wel. En dan gaan we, ja, is de dagcreme zelf klaar? En dat gaan we dus even aan de kant zetten. Het lepeltje erbij. Dan gaan we de verpakking maken. Ik gebruik dit spuitje. Ja, de ingrediënten en zo moeten nog allemaal af. Ik zal even kijken of ik het dan kan aftrekken. Ja, het gaat er nog redelijk snel af. Zonder lijn. Maar als het van jou niet gaat, dan moet je het gewoon 2 of 3 uurtjes in heet water laten liggen. En dan komt het er wel af. Van mij is het een folietje, dus het gaat super snel. Precies zo. Dan ziet het er gewoon leeg en ja. Gewoon leeg uit. Zonder kleur of zo, of zonder merk. Dan ga ik mijn eigen creatie ervan maken. Je plakt er stickertjes op. Doe dingen die je mama natuurlijk leuk vindt. Ik ga dit stickertje gebruiken. Met deze bloem op. Ik vind het super mooi. Ik denk dat zij dat ook wel leuk gaat vinden. Je moet een beetje, normaal gezien weet je wel wat je moeder leuk vindt.
En zo, je kan er nog allemaal andere stickertjes bij plakken. Wat jij natuurlijk leuk vindt. En ja, nu ga ik het decoreren. Eerst opschrijven. Wat ik ga opschrijven weet ik nog niet. Zal eens kijken en denken. En ja. Ik heb nu even I love you opgeschreven. Ik hoop dat je het kunt zien. Ja. Je kunt het zien. En nu ga ik het er gewoon mooi en netjes op plakken. Ik neem het er even af. Ja, het gaat niet zo makkelijk, maar en? Ik neem het er even af. Dan is het een stickertje. Super mooi. Dan neem ik de verpakking en kleef die erop. Zorg wel dat je het recht plakt. Dit is het dus. Super mooi. Ik vind het jammer, het is net een beetje vervaagd. Maar ja, ze kan het wel nog lezen, denk ik. Ik denk dat ze dat wel heel leuk gaat vinden. Voor mijn mama moet eigenlijk dringend dagcreme gebruiken en zo. Dus dacht ik van ja, dit is perfect voor haar. Even kijken of ik nog stickertjes op kan plakken. Nee, dat is het denk ik wel. Ja, ik vind het er ook nog super mooi allemaal. Maar anders, nee. Of ja, misschien nog hartjes. Want het is nu zo'n beetje saai. Oh nee, ik heb nog een beter idee. Ik neem een strikje erbij en ik plak het er ook op. Hier. Dit is, ja, super mooi. En dan is het de verpakking. Schattig trouwens. En nu ga ik het erin doen. Nu ga ik wel een klein beetje erbij nemen. Gewoon schepje per schepje. Neem trouwens een draagt erbij, dat zou beter zijn. Draagt erbij gepakt, gewoon een kleintje. En omdat mijn potje al rook, daarvoor dien, omdat het cement al super lekker rookt natuurlijk. Ja, ruikt het potje zelf ook al een beetje. Ik hoop dat het gaat lukken. Dus is het al wat. Komt er wat door, nog niks. Doe het er dan in en ja, dan ga ik het versieren. Het is nu over de helft gevuld. Je moet wel heel veel geduld hebben. Het duurt wel heel lang om het te vullen, want het is zeker de moeite waard. Dit is dan het uiteindelijke eindresultaat. Alles zit erin. Ik heb het goed doorgeschud. En het ziet er nu super mooi uit. Het is nog niet af. En dit is de afwas, dat ga ik straks even ja, uitkeuzen en zo. En zo is het dus uiteindelijk geworden. Het is super mooi geworden. Ja, wat ik er aangehangen heb is gewoon een kaartje met opstaan met een vriendin. Want zij is elke dag geweldig. Echt super schattig met het kusje. En dan nog met deze ja, lintjes eraan. Vind ik ook super mooi. En het past bij die bloem en zo. En het is ja, echt super schattig. En mooi gelukt. Ik heb het hier met gewoon lint van de Action. En uitruikplaatjes van topmodel. Of je kunt het ook in de hobbywinkel verkrijgen. Zo, het was de moederdag DIY. Ik ga het ook echt aan mijn moeder geven. Ik hoop dat ze er blij mee zal zijn. Doei!